Welkom bij Handig. Voordat ik ga beginnen aan deze video wil ik iedereen vragen om even naar beneden te kijken en je te abonneren op ons YouTube kanaal. Want dat zouden we hartstikke leuk vinden. Niet alleen dat, je blijft natuurlijk ook de hoogte van de allerbeste en handigste video's op het web. Die gaan wij voor jullie allemaal uitzoeken. Maar het probleem wat ik heel vaak heb is dat de verbinding van mijn telefoon niet goed is op sommige momenten. Bijvoorbeeld als je te ver van een wifi verbinding of iets dergelijks afstaat. Maar nu is er een hele makkelijke manier om te checken hoe goed je verbinding daadwerkelijk is. En dat is, het enige wat je hoeft te doen is je gaat naar je telefoon toe. Je gaat naar je toetsenbord en je tikt het volgende nummer in. Sterretje 3001 hekje 12345 hekje sterretje. En als je dan op bellen klikt, kijk maar eens mee, verschijnt er een nieuw schermpje. En dat is hartstikke vreemd, dacht ik ook. Maar hier zit natuurlijk een achterliggende gedachte achter. Want als je linksboven kijkt, zie je telefoon staan en rechtervan zie je een cijfertje. Wat betekent dat cijfertje? In dit geval is het bij mij min 102. Dat betekent dat je verbinding op dat moment goed is. 120 is de snelste verbinding die je kan hebben. En het gaat gepaard met min 20, dat is de langzaamste verbinding die je kan hebben. Dus dat is hartstikke leuk. Mocht jij op een bepaald punt op de dag een slechte internetverbinding hebben, tik je gewoon dat nummer in. Ga een beetje rondlopen door je huis en dan zie je vanzelf op je telefoon zie je de plek verschijnen waar je de allerbeste verbinding hebt. Vond je deze video nou ook leuk en handig? Vergeet je zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Wij zullen je wekelijks op de hoogte houden van de simpelste en leukste tips die er op het web te vinden zijn. Ik zie je snel. Dat is handig.